Nieuwsjournaal van 1 uur met Sigrid Spruit. Op de E19 Antwerpen-Nederland is vanmorgen een spectaculair verkeersongeluk gebeurd. Rond 11 uur reed een Nederlandse auto in de richting van Antwerpen tegen een verlichtingspaal en werd daardoor zo goed als in twee gevouwen. Zowel de bestuurder als een passagier moesten door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Ze zijn allebei zwaar gewond en kregen de eerste verzorging van een MUG-team.